ja, helaas. Vandaag is onze Rebecca voor het laatst. Hoe bijzonder. Het is net alsof het geborduurd is. Ja, hallo lieve vrienden. Een hele goede middag. Het is vandaag alweer woensdag, de 30e. En we leven om 13:52 uur. Ja. En ja, helaas, vandaag is onze Rebecca voor het laatst bij deze baas, want ze heeft een nieuwe baan gevonden, wat ook beter verdient. Dus ja, ik moet ze laten gaan, tot mijn grote verdriet. Maar ik krijg ook wel weer een bekende terug. En dat is onze Astrid Pijnakker. Ja, helemaal geweldig, hartstikke goed, hartstikke top. Daar ben ik helemaal blij mee. Ja, ook dat. Ik ben treurig en toch ook weer blij. Maar ja, Rebecca is nou even naar buiten gewippeld met telefoon. Dus dat komt allemaal ook wel weer goed. We zitten nog aan een bakje koffie. Zij heeft hem bijna op. Ik heb hem tot zover op. Dus ja, dat komt allemaal goed. En ja. Maar ook welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina de Weesterboel. Dat vergeet ik bijna, ja. Ik moet nog met Rijka lopen, maar ja, ze kwam vele malen eerder dan ze zou komen. Ze zou rond 1:30 komen en nou was ze rond 11:30, 11:45, jaar 1 bedoel ik. 12:30, 1:15. Dus ja, ik moet tussen de middag nog met Rijka eigenlijk uit mijn middagloopje. Maar dat moet ik zo meteen doen. En ze is nou in de tuin bij Rebecca. Dus dat komt ook allemaal wel weer goed. Ja hoor. Dat, ik moet straks ook nog boodschappen doen. Ik moet voor eeuwig weer kip halen. Want ik heb laatst een stukje kip in de pan. Ik heb een adresje doorgekregen van ga daar even heen. Dat is vele malen goedkoper dan bij de supermarkt. Oké. Dat is zo'n... buitenlandse winkel met kruiden en ook groenten hoor, dat heeft die ook allemaal. Ik weet niet hoe zo'n winkeltje heet. Maar die zit ook hier vlakbij, er zitten buitenlandse mensen in. En ga ik daar naartoe kijken wat daar kost. Ik moet gewoon een kipfilet hebben voor dat meisje, ja. Ze is nou water aan het drinken. Want ja, ze komen maar heel langzaam bij. Het gaat niet snel. Je ziet het nou. Nou zie je het amper. Het verschil tussen gisteren en van de week eerder en nu. Dat zie je nou niet. Er moet toch wel meer voor gaan eten, et cetera. En wat sterker worden. Maar ja, het is altijd al een slank poesenbeetje geweest. Ja, de moeder was ook slank. Hé, jij nou? Hé? Je mami was ook slank. Ja, kind. Ja. Je mami was ook slank, hè. Ja. Hé, je mami was ook slank. Ja. Je mami was ook slank. Hé, je mami was ook slank, hè. Ja. Wat voor dikkie. Hey. Ik heb je ding ook even gestofzogen. Mijn ding? Wat voor ding? Ja. Je mag er nou op. Ja. Hallo. Ja. Rijka de kleedje. Oh, de kleedje. Nou, dan weten we dat ook weer. Ja, ook al heen die schort, je mag erop. Oh, nou wel, ja, dan maakt het helemaal niet meer uit. Nee, je werkt er voor het laatst. Daarom. En dus. Maar oké, okay, ja, nou ja, dat is hartstikke top. Ja, want Karin. Nou, ik was in maandag heel erg boos. Die nam vrijdagavond leven mee voor Rijka. Nou, lust ik ook op brood, oh, lekker gebakken, weet je. Ja. Of gekookt, of gewoon bij je eten, heerlijk. Ja. Maar wat had ze gedaan? Ze had het dus gebakken, geloof ik. Ja, gebakken in de koekenpan. En in grote hompen gesneden en in de Rijka de pannetje gedaan. In plaats dat ze die lever gewoon in de helft doorgesneden had. Ja. De ene helft in het
koelkast de andere helft klaarmaken en dat in kleinere stukjes, had het misschien niet meegenomen naar de bank. Dus dan mocht ik maar mee naar de bank en met een bloed erbij. Dus ik was zo bang voor mijn bekleding van de bank. Maar ja, gelukkig was dat niet zo. De bank bleef schoon, dus, maar de boel is wel gelijk de was ingegaan. En ook de mand, die zag er niet uit. Laken in de mand zag er niet uit. Dus dat heb ik allemaal alweer gewassen. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. Dag lieve vrienden. Je komt wel weer. Ja hoor, hè? Tuurlijk. Ja hoor. En ook met je paard, daar wil ik ook weer eens naartoe. Maar ja, dan moet je me appen van wanneer dat kan. Ja. Maar oké, ik kom straks wel weer door. Tot dan! Zo, lieve vrienden, ik ben weer net thuis met Rijka. Ik had gisteren het een of ander gekocht. Maar ik weet niet eens of ik dat wel op de film heb gezet. En of ik dat jullie wel heb laten zien. Ten eerste voor Halloween. Iets heel leuks. Maar ja, daar moet je voor Corina voor eten, hè. Alleen nog Corina met IE doet zoiets. En dan zal ik hem aan mijn eigen bril vastmaken. En dan gaan we zo door de stad. Ja, wow. Maar dan wel als de goede heks. Ja, ja. Ik ben nou eenmaal lief en aardig. Tenminste, dat zeg ik niet van mezelf hoor. Nee hoor. Oh god, nee. Ik zal dat echt niet van mezelf zeggen. Maar dat zeggen de anderen. Dat ik altijd lief ben. Nou ja, als hun dat zo vinden. Nou ja, waarom niet? Maar dan heb ik ook nog wat gekocht. Voor de kerst. Want ja, ik was bij Action en zag ik iets moois leggen. Voor de kerst. En het is breekbaar, het is van glas. En het was maar €1. Maar zo bijzonder mooi. Dan hoop ik dat het allebei tegelijk een beetje wilt zoals ik dat wil. Hoe bijzonder. Het is net alsof het geborduurd is. Het is ook geborduurd, maar op een ander stukje stof en dat is erop vastgeleemd. Nou, mooi, hè? Even laten draaien. Jo, jo, jo. Mooi, hè? Ja, vind ik van wel. Ja, anders koop ik ze niet, hè? Als ik ze niet mooi vind. Maar dat wil niet zeggen dat ze in de boom komen. Nee. Nee. Deze komt niet in de boom. Waar wel? Ik denk voor het keukenraam. Maar dan zo hoog dat Rijka er met de kop er niet bij kan. Ja. Ja, en ik moet ze eigenlijk voorlopig even ergens opruimen. Maar ik weet even nog niet waar. Want ik denk in de tv-kastje, want dat ga ik nou niet naar boven brengen om de kerstspullen. Want de kerstspullen die moeten eerder weer naar beneden. Ja, dat gaat het er niet worden. Dus eerst Halloween gehad hebben. En dan, en ik kreeg mijn medicijnen binnen voor mijn COPD. Dat is voor mijn COPD. Ik weet niet of jullie dat ook gebruiken die COPD hebben. Spiriva. Ja. Dus dat vind ik ook weer fijn dat ik dat weer erbij heb. Dit vind ik de krantenbak, dat zakje. Maar ook de post bracht wat mee. Ja. Weer. Ja, dat kan ik niet lezen. Dat is Engels. Ja, dat gaat het hem echt niet worden. Zo, dan moet ik even zien waar ik hem open kan maken. Hier ook. Maar het is. Ik pak de schaar er weer bij. Ja, gewoon de schaar. Zo.
voorzichtig wezen. Hier heb ik een heleboel ruimte. Hup. En ik weet denk ik wat het is. Nee! Horeca. Ja. Haar andere petje. Ik dacht wel dat mijn kopjekrantpuntjes waren. Maar nee. Maar dat kan het andere ook niet meer lang doen, want ik heb het allebei tegelijk besteld. Nou, het is een rode. Even kijken. Rijka, kom je pesten? Ik kom je pesten. Ik moet eerst even die houder weer goed krijgen. Want hij staat... Ik moet jullie kantelen kunnen. Kijk, zo. Zo. Kom jij eens bij je? Het moet ook lager. Het zit een kilometer te hoog. Heel door. Ja, kom eens bij me. 1, 2, oepatee. O, mijn meisje. O, mijn meisje. Ook is het verkeerd. Die moet daar. Zo. En dan gaat het oortje er weer door. En dan gaat dat oortje er weer door. En dan doen we. Zo. Oor door, oor door. Dat vrouwtje zien. Oh, wat ben je dan mooi. Oh, wat ben je dan mooi. Mooi meisje. Mooi meisje. Mooi kind. Ja. Mooi kind. Ja, mooi kindje. Hé? Oeps. Dan kan die andere schoongemaakt worden. Ja. Deze lijkt toch beter te zitten. En toch is het niet van elastiek. Nee. Het zit wel beter. Hé, wijfie. Ja. Is Rijka een mooi, kindje? Ja? Rijka een mooi kindje? Ga maar lekker slapen, schat. Zo. Nou, het zit nou twee caps. Dat bloemetje. En die staat er ook heel erg lief. Ja. Nou, dan het zit er twee. Ja, toch? Ja, geweldig. Nou, laat maar even leggen, want ik moet nog een keertje op de booster weg, want ik moet kip halen voor Ewin. Ik heb, ook moet jullie ook weer goed zetten vanzelf. Zo, kom op. Ja, dan moet ik weer omhoog. En nou zit ik weer te laag bij deze tafel. Ze blijft bezig. En dat is makkelijk als je dan zo'n AB erop hebt hangen. Maar ja. Zo, dan kan dat ook weg. Dat kan weg. Ik heb peren gekregen van de buurman. Oeh, lief. Ja, die heeft een perenboom staan. En hij belooft om een deze dagen ook te komen om de vlaggen... Mars, door de vlaggenmast in staat, die bok, te komen doen. Nou, hartstikke lief. Ja, ben ik blij mee. Jazeker. Maar oké, lieve vrienden, ik ga er eventjes vandoor. Het is bijna 3 uur. Ik ga eventjes naar die, weet ik veel, dat is zo'n winkeltje voor buitenlanders, waar ze buitenlanders te eten kunnen halen, maar er is ook gewoon groente te koop voor jou en mij. Maar ook kruiden, buitenlandse kruiden die je in de supermarkt weer niet kan krijgen. En andere gevallen qua eten wat je niet in een normale winkel kan krijgen, kan je daar wel krijgen.
Tenminste, zover ik weet. En ze schijnen goedkoper te zijn. Maar ja, dat weet ik allemaal niet. Dat mag ik eerst maar even zien. Dus ik ga er met de booster heen. En ja, die kan denk ik niet naar binnen, want het is maar een klein winkeltje. Dus dan stap ik af en ik haal de sleutel eruit en ik loop wel eventjes. Want ik denk, ik mag kip hebben voor mijn meisje. Die ligt nou weer op de magnetron te slapen, ja. Ook zo lief. Was je weer wakker, kind? Nou, en dan moet ik nog even naar de FOMAR, want ik moet eventjes iets halen voor bij de koffie. En ik moet zout halen. En ik moet eigenlijk van, ja, nou ja, moeten. Ja, ze moeten in oktober eigenlijk weer voor vlooien. Maar ik wil even weten hoe ze dat ook hebben. Bij Blokker. En dat wil ik toch eigenlijk dan weer lopend doen, weet je. Maar dat komt wel goed. Ik kan de week ook nog doen. Oh, en dan hoop ik dat het geen slecht weer is. Nee. Geen slecht weer moet het zijn. En ik moet mijn haar nodig doen. Was ik iedere dag, maar mijn haar niet. En dat moet ik nodig doen. Maar ook dat hoop ik dat dat goed gaat komen. Ja. Want het ziet er niet uit. Het zit stijf op mijn hoofd. Maar ja, het zit wel in modellen in ieder geval. Ja. Eigenlijk had ik weer naar de kapper toe gewild. Maar moet je maar het geld ervoor hebben. En die dame gaat even voor, want ik moet deze maand, oktober, bijna oktober. Ik geloof dat we nog 31 dagen hebben, toch? Nu? Weet ik niet eens uit mijn hoofd. Moet ik weer kijken op de computer in die Zuid. Dus dat doe ik niet. Maar degene die het wel weten, die weten dat het, wat vandaag het morgen is. En ik merk dat straks wel op de computer. Maar mijn meisje gaat voor. Ik moet 15 oktober moet ik middag om 14:30 weer bij de dierenarts wezen. Netter. En dan gaan jullie mee. Ja, ook dat. Dat mag. Toestemming gehad van de dokter zelf. Dus jullie gaan gewoon gezellig mee. Helemaal top. Ja, dan doe ik jullie buitenaan en dan ben naar de grond gericht. En naar Eeuwen gericht. Kijken hoe die het doet. En ja, dan moeten we hem wel weer uitdoen voor zelf in de wachtkamer. Want er zijn meerdere mensen en ik, ja, niet iedereen is ervan gediend. En dan moet je rekening mee houden, privacy. En, maar de dokter die vond het helemaal niet erg. Nee, die had het, was toch weer. Nou ja, oké dan. Komt goed. Maar ik zou zeggen, lieve vrienden, hou vol goede moed en tot later. Ja, hallo lieve vrienden, ik ben weer thuis aan boodschappen doen. Ik heb weer wederom een spin gekocht, die ik vorig jaar ook al had. Maar die komt nou op de rug van Rijka mee. Die bind ik aan dat tuigje vast tijdens de Halloween dagen. Ja, en daarna, nou ja, ik vind hem gewoon zo leuk. Ik ben bang voor spinnen in het echt, maar deze doet niks. Deze is zo lief, ja, zo lief. Maar ik kan hier met een tie-rip er tussendoor, tenminste met een tie-rip, met een binder van de vuilniszakken. En dan bind ik het gewoon aan het tuigje vast, bovenop de rug. En dan kan hij zo mee met haar op de rug. Ja, waarom niet, hè? Ja, komt helemaal goed. Die moet er trouwens naar voren. Dus ja, ik vind het grappig. En ik hoop echt dat het doorgaat. En anders loopt hij gewoon overdag met hem. Ja, ik hou hem gewoon op de tuigje. Is leuk. Ja, en ik heb een hele lieve vrouw gesproken. Die heeft ook Halloween kleertjes voor een hond. Maar dat ligt in Amsterdam. Maar dat zou ze ook langs brengen. Hartstikke leuk. Ja, dat is jouw spin, hè? Is die lief? Geef maar kusje. Kusje. Oh, goed zo. Doe maar kusje. Nee, niet pakken. Kusje. Lief zijn. Lief zijn. Lief. Lief. Nooit zo lief.
Nee, is het lief. Hier is Koppie. Dat zijn pootjes. Hier is Koppie. Dat zijn pootjes. Dat zijn pootjes, hè. Lekker zacht, hè. Ja, en dan kan je lekker niet op bijten, want het is knetterhard. Er zit ijs erin. Ja. Ja. Dus, ze is geaccepteerd. Ja. Zit een vriendinnetje in de spin. Dus, en ja, die andere die komt gewoon weer op mijn mandje de vrolijk erbij. En mijn vledermaus die komt op mijn windscherm erbij. Ja, komt helemaal weer goed. Ja hoor, ik zie het al helemaal weer voor me. Gezellig. En ik ben ook geslaagd met die kipfilet. Nou, ik kon het amper dragen. Ik moet ermee aan de gang. Ik heb daar voor 11 euro nog wat heb ik daar liggen. 11, ja, ik heb ergens een kassabot. Maar 11 euro nog wat. En dat is meer aan vlees dan ik voor 10 euro bij de Vomar haal. Dus ja, ik moet snijden nog en alles. Dat moet je wel doen. Dat heb je bij de Vomar niet te doen, want dat zijn gewoon 3 rompen en dat kook je klaar. Maar dit moet ik echt nog helemaal snijden, dus ik ga dat zo meteen doen. Maar ik moet Mary bellen, want die belde mij daarnet en er was wat aan de hand. Maar wat, weet ik niet. Dus dat gaan we eerst doen, maar ik maak eerst lekker een bakje koffie. En dan ben ik wel weer aan toe, zo gezegd. Ja. Dus het komt ook allemaal goed, lieve vrienden. En ik zou zeggen, geniet van jullie dag en doe het met een lach. Doe ik ook. Ik zou zeggen, hou je goed en doe het met goede moed. Tot later.